Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik heb een paar dagen terug was ik natuurlijk gestart met de initiatiefnemers te bedanken en aangehaald dat factor tijd, gezien 9 augustus, we eigenlijk toch nu meer dan ooit zien dat het krap is. Gezien op die opmerking van onze lid Asa Bina. Maar je denkt dat er al voldoende, zowel inhoudelijk als technisch, over deze raamwet is gesproken. Maar u ziet wel weer vandaag punten die naar voren zijn gebracht. Verder, kijk, ik benadruk die kwestie tijd weer. Want 9 augustus wacht niet op ons. Begrijpt u mijn bezorgdheid toen al, de keuze voor een maandverlenging? Verder moet ik dan wel meegeven dat de voorstellen die zijn gedaan, wijzigingen, ze zijn allemaal meegenomen. Wat ik wel jammer vind, dat het ministerie van LVV niet is opgenomen, omdat ik ook erken hoe belangrijk is in relatie het ministerie van LVV, omdat je daar heel wat ondernemers op eigen kracht nu ook vandaag zit met de situatie. Kleine landbouwers en noem maar op. Maar goed, ik neem aan dat het totale team zich daarover wel buigt van de regering. Voorzitter, via u vraag ik dan de regering, ook het parlement, eigenlijk dit gauw af te ronden. En ik herhaal, 9 augustus wacht niet op ons. We hebben het volk beloofd alles aan te doen voor welvaart en welzijn voor ieder. Maar te meer, deze COVID-pandemie is voor ieder, voor elke Surinamer heel belangrijk. Ja? Daarom vraag ik van hieruit het volk van Suriname ook die bijdrage te leveren, protocollen van COVID-19, ja, goed te volgen, goed uit te dragen, goed te volgen en ook na te leven. Het is een plicht van u allen, Surinamers, het samen met ons hier in het college en ook samen met de regering deze COVID-pandemie te bestrijden. Want wij als assemblée alleen kunnen het niet doen. De regering alleen kan het ook niet doen. Willen we succes boeken, benadruk ik, we zullen het samen moeten doen. Voorzitter, via u wil ik toch vragen aan het ministerie van Onderwijs, omdat ook hierin verband houdt met het hele COVID-gebeuren, ook als ik luister naar onze geachte lid Mangre. Ik juich toe dat de planning om de scholen op 1 oktober aanstaande te openen. Met deze vooruitzicht wil ik attenderen het ministerie dat er in Komewijnen en wel in het resort Nieuw-Amsterdam een scholengemeenschap is, ja, eigenlijk bijna zo goed als af. Een scholengemeenschap voor de lagere school en voor de MULO-school. Naar mijn eigen waarneming was het deel van die lagere school al af. Dus mijn verzoek via u, voorzitter, aan de minister van Onderwijs, is het mogelijk dat het nieuwe schooljaar dit geopend wordt, gezien met al de punten dat te maken heeft met die protocollen van COVID, dat er daar voldoende ruimte is. En ook met het feit de toename van de bevolking daar in Komewijnen. Verder details over het onderwijsgebeuren zal ik dan maar wachten bij de begrotingsbehandeling. Voorzitter, verder wil ik via u de regering als uitvoerder
en het nieuwe crisisteam heel veel succes te wensen. En natuurlijk hoop ik van harte dat het nieuwe crisisteam op zijn minst evenveel succes bereikt als het crisisteam die toen in het leven was geroepen. Ik denk dat ik hiermee kan volstaan, mijn spreekbeurt voor vandaag.